De titel van mijn column is Burgerlust. Afgelopen week heb ik een meer dan genoegelijke avond gehad met het bestuderen van de gebiedsvisie Valkhofkwartier, vastgesteld door het college en binnenkort als discussiestuk in de Raad. Het rapport is te lezen op de site van de gemeente Nijmegen. Een absolute aanrader voor iedereen die van de geschiedenis van Nijmegen houdt. Als je het print, krijg je een fantastisch gedocumenteerd boekwerk van 103 pagina's dat op de Nijmegentafel bij Dekker van de Vecht meteen de meest prominente plek zou krijgen. Wat een prachtige vormgeving. De titel van het rapport is Laat de verbeelding spreken. Nou, dat was bij mij niet aan dovemans oren gezegd. Het leest als een ronkende glossie van een dure projectontwikkelaar die nieuwe steden of vakantieparken met een internationale allure ontwikkelt. Er wordt gesproken over stippen aan de horizon, cultuurhistorische pareltjes beleefbaar visualiseren, verbindende flyovers voor voetgangers maken, mogelijk slopen van de Lindenberg om het oude stedelijk weefsel te herstellen en de boel wordt tussen Burgstraat en Trajanusplein flink revisited. Een paar maanden geleden was er politieke commotie over 32.000 euro voorbereidingskosten van de plannenmakerij voor het hangen van een klok onder de brug over het Maas-Waalkanaal. Voor zo'n schamel bedrag is deze glossie niet gemaakt kunnen worden. Maar geen paniek, de Raad heeft zelf een fors voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld, waardoor een groep ambtenaren flink los kon gaan met digitale knippen en plakken. Maar dan heb je ook wat. Een visie. Veel raadsleden zijn incompetente lokale politici. Aldus een interview in de krant met een zelfbenoemde politieke kenner uit Culemborg die daar 10 jaar in de raad zat. Ik schat in dat de Nijmeegse raadsleden competent genoeg zijn om te snappen dat hun visie niet verward moet worden met kant-en-klare plannen, inclusief financiële onderbouwing. Want zover gaat de verbeelding nog niet. Daaraan gaat de komende jaren gewerkt worden. Het voorbereidingskrediet is nog niet op. Ik verwacht dan ook geen vuurwerk tijdens de raad. Ik hoor het college al antwoorden. Het is maar een visie. Daar kunnen we alle kanten nog mee op. Toch las ik passages waarbij ik dacht, dat is op zijn minst linke soep. Ik doel op de prachtige zin, onderzocht moet worden of de historische bouwvolumes bij de entree van het Valkhofpark opnieuw kunnen verrijzen. Hierdoor ontstaat er een meer begrensd en ruimtelijk interessanter Valkhofplein. Bedoeld wordt nieuwbouw op de plek waar ooit Herensociëteit Burgerlust heeft gestaan. Dat was een soort kolpinghuis voor de Knotsenburgse herenzitting, maar dan chiquer. Gebouwd in 1839 en gesloopt in 1955. Grondverkoop voor nieuwbouw van wat dan ook levert geld op. Een begrijpelijk standpunt. De hele boel revisten en beleefbaar maken kost al meer dan genoeg. Ergens een verdienmodel inbouwen kan geen kwaad. Maar toch, de donjon was binnen het hek van het Valkhofpark gepland. Nieuwbouw op de plek van Burgerlust net erbuiten. Ten tijde van de Romeinen was er nog geen hek. Ondergronds maakt het dus geen moer uit qua vondsten. Zelfs incompetente raadsleden zullen snappen dat dit leidt tot burgeronlust.